Na heftige pijnaanvallen over mijn hele lijf werd ik van de ene naar de andere arts doorverwezen. Telkens werd er gezegd, niets te vinden. U krijgt een pijnstiller. Mijn dochter vertrouwde het niet en ze wist in het ziekenhuis een fietstest te regelen. Daar kreeg ik van de verpleegkundige de opdracht om te fietsen tot 80 op het schermpje op het stuur zou verschijnen. Al bij 60 kwam op mijn bovenbenen een druk te staan die ik niet eerder gevoeld had. Net of er zware gewichten aan mijn enkels hingen. Mijn borstkas begon zich te spannen, ik kreeg geen lucht meer. En toch trapte ik door, wilde niets laten merken. Plotseling sprong ze van haar stoel. Gehaast trok ze de bedrading van mijn rug en we gingen naar de hartafdeling. Ik vroeg of ik mijn man even kon bellen, maar daar was geen tijd meer voor. Ze legde een hand op mijn schouder en zei, u heeft maar één hart. Ja, het is een heel, iets waar je heel goed voor moet zorgen. Als hij goed functioneert, dan ben je energiek. Hart geeft liefde, hart is je hele leven. Als het hart niet klopt, dan ben je dood. Een verpleegster schoof het witte gordijn dat rondom mijn bed was getrokken een stukje open. Door de spleet las ik hartbewaking op een bordje. Een man in wit pak tuurde op de schermen voor zijn neus. Onafgebroken piepte signalen. Een verpleegster stapte mijn kamer binnen, maar had alleen aandacht voor de apparatuur. Ze checkte de kastjes aan de muur waarmee ik via een infuus in mijn linkerarm was verbonden. Geconcentreerd draaide ze aan knopjes. Toen was ik aan de beurt. Gedecideerd gooide ze een aantal strips met pillen op het blad. En ze zei dat tot haar spijt de pillen gif bevatten, maar dat ik ze wel de rest van mijn leven zou moeten blijven slikken. En zonder het opschrift te lezen, drukte ik een pil uit de verpakking, stopte hem in mijn mond en goot een bekertje water achterover. Ik had niets meer in te brengen. Al snel merkte ik dat ik nogal sterk op de medicijnen reageerde. Een boek lezen ging niet meer. Tijdens het lezen probeerde ik scherp te blijven, maar telkens zakte ik weg. Bevingen van de pijn, hallucinaties overvielen mij op onverwachte momenten. Ik heb een afspraak met professor Piek. Samen kijken we naar de vaten rond mijn hart. Toen ik in het ziekenhuis lag, dus de eerste keer, toen dacht ik, ik een hartinfarct, dat heb ik niet. En toen gingen ze dus eerst die linker, de rechter dan bekijken. Ja. Dus nu ik ze aan de hand, toen dacht ik, ja potverdorie, lig ik hier op de... Nee, maar dit, als je gewoon kijkt, dan zitten er nu al duidelijk afwijkingen te zien die niet ernstig zijn, maar dat is er wel degelijk. Maar bij jou zie je dus al afwijkingen. Dan ga ik het even hier, dit is de tak aan de achterkant toe. Dus dat zijn deze takken. En dan zie je overal een beetje al, hebben de muizen al geknabbeld. Het begin van de linkerkant gaat dus ook niet helemaal goed, want je ziet hier al dat het ongeveer 30-40% vernauwd is. Alleen dit begin is niet helemaal goed, hier is het niet helemaal goed en we gaan uit de andere richting nog even kijken. En dan gaat het straks om een vernauwing hier wat zit, dan komt straks, dat is moeilijk te zien hier, want zitten al die takken op en hier zit ook nog een vernauwing. En dit is ook, en dat hebben ze toen gemeten om te kijken wat ze dan kunnen doen. Hier zie je een draadje, dat is eigenlijk ik moest net al een traantje laten gaan, want ja, ik vind het, ik vind het hele verhaal gewoon heftig. Ik bedoel, als ik de parool neerleg van 55 vrouwen per dag gaan dood en dat er toch nog steeds niet voldoende begrip is dat dit gewoon echt gewoon bekend moet worden en dat we anders moeten gaan denken, ja, dan krijg ik wel een traantje, ja. Ja.
Het enige wat nog lukte, was surfen op het internet. Daarbij stuitte ik op artikelen van de cardiologen Janneke Wittekoek en Angela Maas over de specifieke problemen van het vrouwenhart. Ik werd zo geraakt door wat ik las en herkende me zodanig in hun verhalen dat ik weer energie kreeg. Hier ging het om. Dit moeten alle vrouwen weten die zich niet serieus genomen voelen. Het werd het begin van mijn zoektocht. Waarom is het zo belangrijk? Waarom maken wij ons er zo druk om? Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen overlijden er dagelijks aan de gevolgen van hart- en vaatziekten? Nou, ik ga u eerst maar eens even vertellen van vrouwen. Als we dat even op een rijtje zetten, zijn dit een beetje de getallen. En waar ik me nou zo druk over maak, is dat als je die ene vrouw die dagelijks in het verkeer overlijdt, die 9 vrouwen die overlijden aan de gevolgen van borstkanker, daar wordt heel veel gedaan aan preventie. Ja, als iemand overlijdt in het verkeer, dan worden er rotondes aangelegd, dan worden er stoplichten neergezet, wordt over nagedacht. Borstkanker, 9 vrouwen per dag, wordt veel gewerkt aan preventie. Daar zijn screeningsprogramma's voor. Hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd bij vrouwen. Gaan we maar zitten wachten totdat iemand klachten heeft. Terwijl we met 100 jaar wetenschap weten hoe we die hart- en vaatziekten kunnen behandelen. En dan gaan we toch wachten tot die bloedvaten dicht zitten. En dan mogen wij onze 5 pillen erin duwen. En dat doet dan ook iedereen maar gedwee. Maar hoe mooi is het als we dat eerder kunnen behandelen? Angela Maas is bereid om me verder te informeren over de problemen rond het vrouwenhart. Van oudsher denken we dus, hebben we altijd gedacht dat hartinfarcten iets van mannen was. Mm-hmm. Of het moest een oud vrouwtje zijn, hè, 70 plus. Maar we zien natuurlijk de afgelopen 30 jaar zien we steeds vaker hartinfarcten, juist ook bij de jongere generatie vrouwen. Dus dat zijn vrouwen die ja, onder de 60 zijn. Dat zijn vrouwen die kunnen 42 zijn. Dat zijn vrouwen van begin 50. En wat we ook zien is dat zij een ander type hartinfarct hebben dan het traditionele dichtslibben van de bloedvaten, wat we op oudere leeftijd zien. En dan is het toch een beetje hè, dat ook dokters van jonge vrouwen niet verwachten dat ze een hartinfarct kunnen krijgen. En dan krijgen ze ook nog een hartinfarct wat ze nooit geleerd hebben, wat ze niet goed herkennen. Bij de man is de diagnose hartfalen aan de hand van eenduidige symptomen vrij makkelijk te stellen. Bij de vrouw ligt dit veel gecompliceerder. In mijn boek Hartschade beschrijf ik de moeite die het artsen kostte bij mij de juiste conclusie te trekken. Nu heb ik dus dit boek geschreven en Hartschade. En dat was ook een roeping. Die roeping die kwam omdat ik erachter kwam dat wij vrouwen gewoon soms niet serieus genomen worden. Ik dreig op mijn tocht langs de spreek- en onderzoekskamers de derde persoon te worden. Uw geboortedatum? Mevrouw, u mag daar even gaan zitten. Mevrouw, u mag zich even uitkleden. U kunt uw onderbroek aanhouden. Het drijft me in het nauw. Maar ik kom in verzet. Ik word geen patiënt. Ik wil een mens blijven. Ja, hallo, dit is Hella. Hey. Ik kwam erachter dat het niet Janneke Wittekoek of Angela Maas waren die als eerste de noodklok hadden geluid over het verschil tussen het mannen- en het vrouwenhart. Maar cardiologe Harriette Verwij. Ik was op een congres in Amerika in 2003 in New Orleans. En toen ging ik dus kijken en toen werd de WISE-studie gepresenteerd. En dat was de eerste keer dat klip en klaar was dat het vrouwenhart anders was dan het mannenhart. Ik zat alleen maar te denken, het vrouwenhart is anders. De klachten zijn anders, de bloedvaten van die vrouwen zijn anders. En die vrouwen die met die vage klachten komen, die hebben zo'n hoge kans op in een bestek van maar een paar jaren
opnieuw terug te komen met klachten en dan ernstige schade aan het hart. Mm-hmm. Het was gewoon alsof de bliksem insloeg. Zo. En toen dacht ik, hier moet ik iets mee gaan doen. Op dat moment was ik hoofd van de hartbewaking. Dus ik zat van het LUMC. En ik dacht, hoeveel vrouwen heb ik naar huis gestuurd? En gezegd, gefeliciteerd mevrouw, uw hart is goed. Want ook in die studie lieten ze zien dat dus onze traditionele onderzoeksmethode... Mm-hmm. Die stellen niet vast wat er los is met het hart. Want bij de vrouwen zit het in de vaatwand en niet in de buis zelf, de ziekte. En toen dacht ik, oké, dus al die vrouwen die ik gezegd heb, gefeliciteerd, mooie vaten, die hebben een tijdbom naar huis gestuurd. Maar hoe zit het dan, het verschil tussen het manhart en het vrouwenhart? Is dat vrouwenhart dan net iets kleiner dan... Ja, dat ook. Ja. Maar ja, kinderhartje is helemaal een klein hartje dus. Tuurlijk. Ja. Maar, en dat is dus wel leuk, dat degene die dat voor het eerst gezegd heeft... het vrouwenhart is kleiner dan een mannenhart... die het woord vrouwenhart in de mond genomen heeft... dat is Aletta Jacobs in haar boek 1899. Als je dan bedenkt dan dat Aletta Jacobs... dus 100 jaar geleden dan heel duidelijk ook in beeld... heeft laten zien dat vrouwen verschillen van de mannen... Hoe is het nou mogelijk dat dat dan zo lang duurt? De meeste artsen waren mannen. Zo van wat voor de man geldt, geldt ook voor de vrouw. Wat dus maar dat had Aletta Jacobs dus eigenlijk al aangegeven van... Dat is niet waar. Nou dat... Wat de noodzaak nu is, hoor ik nu eigenlijk, is dat alle cardiologen dus nu anders moeten gaan kijken naar... Ja. Het lichaam van die vrouw die voor hun zit. Het besef begint te groeien, maar ik moet zeggen dat 2 jaar geleden... heeft de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie... nog in een groot krantenartikel gezegd... dat hij denkt dat het een soort beetje feminisme is. Nou ja, dat is... Kijk, als je als representant van meer dan 1500 vakgenoten... en de voorzitter is de leider, zoiets roept, dat is natuurlijk niet goed. Hoewel er steeds meer aandacht is voor het vrouwenhart, wordt het probleem door sommige cardiologen ook weggelachen of weggezet als feminisme. Ik zou dat niet zo willen noemen, maar er zit soms wel een vleugje bij van het feminisme. Ja, dat, leg dat eens uit. Nou, de aandacht die ervoor opgeëist wordt, ja, dat kan heel gemakkelijk een beetje dwingend overkomen. Nee, dit gaat niet over feminisme. Dit gaat gewoon over goede cardiologische zorg. En de helft van de bevolking bestaat uit vrouwen. Cardioloog Janneke en Angela. Ze moesten tekenen om dat ze niet meer dit soort dingen in het openbaar zouden zeggen. Van de vereniging? Ja, van diezelfde vereniging. Ik zou het nog harder gaan roepen. Jolande Appelman is een van de eerste vrouwelijke interventiecardiologen in Nederland. Zij heeft zich specifiek op het vrouwenhart gericht. En zij was het die in 2016 besloot mij te katheteriseren en stents te plaatsen. En jij bent een van de weinige vrouwelijke interventiecardiologen, toch? Ja, en sinds 2005 ongeveer werk ik in de VU. En dan waren er echt niet veel vrouwen, hè? Nee. Nog steeds niet hoeveel? Nou, er zijn nu iets meer, maar het is nog steeds, denk ik, eigenlijk op 2 handen te tellen misschien. Is het omdat het zo zwaar is? Het is natuurlijk een zwaar vak met diensten, altijd acute momenten. Mm-hmm. Het is lichamelijk zwaar, maar ook geestelijk, omdat je heel snel beslissingen moet nemen. Mm-hmm. Andere reden is toch ook dat het nog wel echt een mannenbolwerk is. Ja. Dus soms ook voor vrouwen lastig om iets verder te komen. In 2016, ik hier dus gelegen heb en niet wist die verschillen van die man en die vrouw. Ik ben erachter gekomen omdat ik eigenlijk opvallend veel vrouwen hier op de hartkatheterisatiekamer zag. Die wel klachten hadden. Mm-hmm. Dan nog het geluk hadden dat ze op de hartkatheterisatiekamer kwamen. Maar veelal eigenlijk helemaal niet hele ernstige vernauwingen hadden in de bloedvaten. Dus... Ja, in dat hele beeld wat ik zag, ben ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in wat is er eigenlijk over bekend. Vrouwen werden vaak naar huis gestuurd van niks aan de hand, dat is niet het hart. En gingen dan gelukkig dood. En gingen dan in sommige gevallen dood. Maar het grootste kans op problemen is eigenlijk
dat ze heel vaak klachten krijgen. En dat is heel erg invaliderend. Sommigen konden daardoor niet eens functioneren. Mm-hmm. Maar werden wel weer weggestuurd. We kwamen op de eerste harthulp. Er was recent een angiogram gemaakt. Nou, die was goed, dus ja, niks aan de hand. Nou, dat beeld, daar hebben we met een aantal, zeker hier in Nederland, heel hard aan gewerkt om dat beeld te verschuiven. Om te zeggen, nee, er is wel iets waarschijnlijk aan de hand. En dat zit meer in de functie van die vaten. En hoe mooi zou het zijn als we daar op een goede manier een diagnose kunnen stellen. Want het gaat in wezen dus om de diagnose. Het gaat natuurlijk om de diagnose, want je wil natuurlijk iets tastbaars als dokter, maar ook als patiënt in handen hebben om te zeggen, nou, dit heb ik. Ja. En liever nog, dit heb ik en dit kun je eraan doen. Dat stukje is echt nog in ontwikkeling. Angela Maas heeft een stichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Via haar kwam ik in contact met jonge vrouwen met een zeldzame aandoening. Spontaneous Coronary Artery Dissection, SCAT. Een spontane scheur in de kransslagader, waarbij aderverkalking geen rol speelt. Ze kennen elkaar via Facebook en ontmoeten elkaar voor het eerst bij mij thuis. Een SCAT is een type hartinfarct waarbij je niet een dichtgeslipt bloedvat hebt, waardoor je een infarct krijgt, maar er komt een plotselinge scheur in een kransvat. En die scheur die zorgt er ook voor dat je die pijn op de borst krijgt. Je stollingssysteem wordt geactiveerd, het bloedvat kan afgesloten zijn, het bloedvat kan een beetje afgesloten zijn en in ieder geval, je krijgt alle signalen van een hartinfarct, waardoor in de meeste gevallen nu toch ook wel herkend wordt dat er iets aan de hand is en dat je een hartkatheterisatie krijgt. En dan is het ook heel gevaarlijk, toch? Als het goed is, herkent de cardioloog zo'n hartinfarct bij de katheterisatie. En als de doorbloeding niet al te veel gestoord is, handen terug, geen dotter, niks doen. Als dit helemaal glad is en je zou hier bijvoorbeeld een stent plaatsen, kan het heel goed zijn als er al een scheurtje zit, dat die scheur helemaal terug gaat lopen. Dus het is een hele kwetsbare geheel. Dus eigenlijk spontane dissecties, daar doen we over het algemeen niets aan. Tenzij het vat helemaal dicht zit en je krijgt bijvoorbeeld een teken van een infarct, dan heb je niet zo heel veel keuze, dan moet je wel wat. Maar zolang dat niet het geval is, dan moet je er vooral voorzichtig mee zijn, want daarvan weten we dat als je daar een stent plaatst en het gaat scheuren, dan kan het soms zo zijn dat die scheur helemaal terug gaat lopen hier helemaal aan het begin van de rand. En dat is ook niet ongevaarlijk. Nee. Dus in principe is het alleen met medicijnen behandelen. Nou, de eerste keer is 15 jaar geleden. Ja. En toen was het echt van, nou, dat kan niet. U kunt geen hartinfarct hebben, u bent 44. Ja. Dus dat, maar het was wel gebeurd. Maar het was wel zo. Ja. Dus toen wisten ze geen raad in het streekziekenhuis. Toen werd ik naar het Radboud gestuurd. En daar waren ze ook heel verbaasd. Kijk eens wat er gebeurt. Moet u eens komen kijken. Alle mensen die kwamen kijken naar een vat dat gescheurd was. En toen was het echt even paniek. En op een gegeven moment ging ontzettend branden op mijn borst. Echt branden. Dat ik dacht van, jeetje, ik nam last van maagzuur. Na 3 kwartier toch thuis is de post gebeld. En mijn verhaal gedaan. En die assistenten bleef eigenlijk ook maar van, heeft u eens gevoeld dat er een olifant op uw borst zit? Ja. Je moest zijn, die olifant. Ja. Dus ik zei, nee, maar ik heb wel, ik zweet heel erg. En maar beide armen zijn heel zwaar en ik voel me echt heel benauwd. En naar. En lukt het u om hier naartoe te komen? Ik denk het wel. Dus ja. Nou ja, uiteindelijk ben ik door de assistenten gehaald en die ging een hartfilmpje maken en bloeddruk meten. Daarna naar de huisarts. En die zei eigenlijk inderdaad van, ECG prima, bloeddruk prima. U ziet er goed uit, u ziet er niet uit als iemand die een infarct heeft gehad. Slokdarm zal het dan waarschijnlijk geweest zijn. Nou ja, goed, ik ben naar huis gestuurd. Ben je met die auto naar huis gegaan? Ja, achter de computer thuis, dat moest werken. Nou ja, uiteindelijk nog kinderen uit school gehaald en gedaan. En toen zat ik in de auto om 4:15, geloof ik, was het inmiddels. Ik was 's ochtends vroeg al bij de huisarts. En toen zei ze van, zit je in de auto? Ik zeg, ja. Ben je bijna thuis? Hoezo dan? Nou, er komt met spoed een ambulance. Ja. Ik zeg met spoed een ambulance. Ja, het is toch je hart geweest. Okay. Nou ja, uiteindelijk de volgende dag katheterisatie gehad. Ik kreeg ook cholesterolpillen, terwijl mijn cholesterol perfect was. Ja. Dus dan denk je, waarom moet ik dat slikken? Ja, is voorzorg, dat is standaard. Maar je kreeg eigenlijk een zak met pillen die je ook geeft aan een man van 85 die alle bloedvaten dicht heeft zitten. Precies, ja. Absoluut, want verder was echt alles, weet je, ik leef gezond, ik heb nog nooit gerookt, ik sportte voor de klas, ik deed alles volgens het boekje, zeg maar. Ja.
in de weken daarna heb ik nog zo'n pijn gehad dat ik iedere keer had teruggebeld. Hebben ze toch nog 4 keer een ambulance gebeld om me op te halen. Maar een ander thema is, en dat wordt ook steeds actueler, hartschade bij borstkanker. Ja. Hè? Want gelukkig kunnen we borstkanker steeds beter behandelen. Hè? De sterfte aan borstkanker is enorm afgenomen in de afgelopen 20 jaar. Alleen, het betekent wel dat er ook geneesmiddelen worden gegeven die in principe schadelijk kunnen zijn voor hart- en bloedvaten. En we weten dat ongeveer 15% van de patiënten die behandeld wordt voor borstkanker, die krijgt of tijdens de behandeling, of na 3 jaar, of zelfs na 15 jaar, krijgt daar uiteindelijk schade van. Angela vroeg me ambassadeur te worden van haar stichting, Hart voor Vrouwen. In die hoedanigheid bezocht ik een avond waar geld werd opgehaald voor onderzoek naar de bijwerkingen van chemo op het hart bij borstkanker. En daar zag ik een kort optreden van een vrouw met een dramatisch verhaal. Mijn oncoloog, dokter Paula, is benoemd tot hoogleraar. Ze praat over haar passie om juist patiënten met zeldzame kankers te helpen. En ik denk, ik heb helemaal geen zeldzame kanker. Ik heb maar uitgezaaide borstkanker. Zonder lach. Je denkt, ik val uit de gratie. Ja, ik heb maar borstkanker. En ik denk, ik heb helemaal geen zeldzame kanker. Ik heb maar uitgezaaide borstkanker. Ik was benaderd door cardioloog professor Angela Maas. En zij wist dat ik een tweede theatersolo had geschreven. Mm-hmm. Ik heb nog iets op mijn lever. En daar komen scènes in voor die te maken hebben met wat kankerbehandeling kan doen op de hartspier. Dus je kunt daar een aangetaste hartspier van krijgen. En Angela heeft gezegd, zou jij die avond willen openen met een aantal fragmenten uit je theatersolo om inzichtelijk te maken voor het publiek wat chemo en doelgerichte therapie kan doen met het hart. Door de medicatie ben je toch ook een hartpatiënt geworden? Op een gegeven moment had ik 40 kuren achter de rug. Mm-hmm. En toen ging mijn pompkracht van het hart. Ik zat op mijn wielrenfiets. Ik kon niet vooruit. Ik zag die teller echt niet boven de 22 uitkomen. En die zakte steeds verder. Hoe meer kuren ik kreeg, des te erger werd dat. En toen heb ik tegen mijn oncoloog, professor van Herpen, Carla van Herpen, gezegd, je moet iets doen, want ik kan niet leven als ik niet gewoon actief kan zijn. En toen heeft zij gezegd, oké, als de pompkracht 47% nu is, dan ga ik inderdaad Angela Maas bellen. En Angela Maas heeft toen cardiomedicatie gegeven. En een maand later kreeg ik weer een echo van mijn hart. En toen was de pompkracht in 1 keer al op 55%. En maar dat dit slik je nu nog? Dat moet ik nu nog steeds slikken. Ja. En dat doe ik ook. Vind ik niet leuk natuurlijk, maar nee, ik doe het wel. Want ik wil best levensverlenging, wat ik nu krijg met mijn behandeling, met mijn oncologische behandeling. Maar bij levensverlenging hoort levenskwaliteit. En ik ben nogal hyperactief van karakter. Dus dan hoort daar ook een goed functionerend hart bij. Dus ja, geef mij maar dan die pilletjes, dat ik wel de hele dag kan werken en fietsen en alles doen wat ik wil. Want anders en daarin verschillen wij dus buitengewoon. Want jij zegt gewoon, geef mij al die pilletjes en ik kan weer fietsen. En bij mij is het, geef mij al die pilletjes en ik zit als een aap in een stoel. We gaan dus naar je, hoeveelste kuur? In de eerste traject heb ik 30 kuren gehad en ik zit nu bijna aan de 80ste. Ja. Nou, ga ik drinken, goed? Ja. Wanneer ga je het doen? Ja, ik heb al gedrukt. Is het al gebeurd? Ja. Wauw. Ik heb het niet gemerkt. Nee, gelukkig maar, hè. Heb je dan verschillende kuren? 2. Oké. En allebei zijn ze slecht voor de hartspieren. En dat spul moet ervoor zorgen dat de uitzaaiingen in mijn botten en in mijn lever, dat die blijven slapen. Nou ja, je geeft je toch gewoon over. Ja. Toch? Heb ik geleerd. Ja. En je wil het. Ja, want ik wil dat afmaken. Je wilt dit afmaken? Ja. Dus je hebt het meegenomen? Ja. Zullen we straks kijken? Ja, dus ik heb voor ieder een script eventjes meegenomen. Nou, ik wil het wel met je over hebben. Ja. Wat je ervan vindt. Lees maar voor. December 2018. Ik heb al een tijd last van een lichtvlek in mijn oog. Een keer of 3 per maand. Hij knippert 10 minuten en daarna wordt mijn zicht weer helder. Het lijkt wel een WhatsApp gele emoticon die een kusje geeft. Terwijl ik met mijn ogen open in een mistig zwembad zit met op de bodem felle stadionkoplampen. Ik stel mezelf gerust. Het is gewoon mijn netvlies dat loslaat. De bloeduitslagen zijn perfect.
als het niet het netvlies is, wil ik toch... Even trouwens, want je moet dus inderdaad bij dit... Hoe lees je voor? Gewoon rustig. Ja, heel rustig. Weet je, vertelt gewoon zoveel informatie in heel korte tijd. En het is zo allemaal... Jij doet nou als het normaal is. Ja, maar dat is het niet. Nee, dat is het dus niet. Het moet een monoloog interieur worden. Ja. Dat wordt het ook. Ik ben klaar met het infuus. Nee, echt waar. Echt, je bent gewoon klaar voor vandaag. Ja. Ja, nou, de kuur zit erop. Maar nu krijg ik dus volgens mij 9 mei dan tegelijk met mijn hersenscan een MRI van mijn schouder, begrijp ik. Ja, ja, een MRI of een CT-scan. Ik ben hartstikke bang voor 9 mei. Mm-hmm. En nog banger de dag dat jij dan uit dat hok komt om mij de uitslag te vertellen. Ja. Hoe ga ik dat overleven allemaal? Maar de kans dat het goed is, is vele malen groter dan dat het niet goed is. Ik heb Kitty dus leren kennen omdat jij nu samenwerkt met Angela. Ja. Die missie van Angela, is dat ook wel tevens jouw missie? Angela heeft een bepaalde missie en ik heb een bepaalde missie. En daar zit een stukje overlap in. Mm-hmm. Angela heeft het natuurlijk vooral over de hartschade. Ja, en wat Kitty en ik natuurlijk doen, is praten over alle bijwerkingen. Hè? Ook naast de eventuele hartschade. En die impact wil je zo klein mogelijk laten zijn. Maar die is er natuurlijk wel. Eerst volgende keer dat we elkaar zien is een... Is 10 mei. Ja. Gaat lukken. In Utrecht bezocht ik Hester den Ruiter en Suzanne Corporaal van de afdeling Experimentele Cardiologie van het UMC. Zij werken samen met Angela Maas in het onderzoek naar de verschillen tussen het mannen- en het vrouwenhart. Nou ja, ik ben hier hoofdonderzoeker bij de experimentele cardiologie en ik richt me op hart- en vaatziekten en de verschillen tussen mannen en vrouwen. Met natuurlijk een specifieke focus op kennis naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Omdat we nu denken dat daar een aantal hiaten in kennis zijn die we snel moeten gaan oplossen. Snel, zeg je? Ja, snel. Naast mij Suzanne. Ja, ik heb een achtergrond in bloedplaatjes. Onderzoek, zeg maar, dus echt vanuit het bloed. Dus ik kijk vanuit het bloed naar de interactie tussen bloed en de vaatwand. En waar wij nu onderzoek naar doen is naar slagaderverkalking. En bij sommige mensen die hebben best ernstige slagaderverkalking, maar die krijgen nooit echt een hartinfarct of een beroerte. En sommige mensen die krijgen dat wel. Maar de manier waarop dat vat dicht kan zitten, kan op twee manieren wat we nu weten. Ja, dus dit is een dwarsdoorsnede van een vat in het hart. Waarbij je hier die verdikkingen, dat is slagaderverkalking. En dat zwarte? Dat zwarte, dat is bloeding. En hier zie je eigenlijk dat die bloeding hier helemaal vanuit de binnenkant van die atherosclerotische plak gescheurd is. Hè. We zien hier een duidelijke scheuring in die vaatwand. En je kunt je voorstellen dat als dit scheurt, en nu je ziet hier zo'n bloedprop, dan slaat dat vat dicht. Ja. Dat geeft het hartinfarct. Ja. En dit zien we, en dit is al vanuit de jaren 80 is dit bekend, dat we die scheuring van die vaatwand vaker bij mannen zien. En dat we bij vrouwen ook zien dat het vat dicht zit, maar op een andere manier. En dat zien we hier. En hier zien we ook een bloedprop zitten, mm-hmm. Maar die vaatwand die is nog helemaal intact. En dat is wat we vaker bij vrouwen zien, is dat er dus dat die vaatwand eigenlijk dicht komt te zitten terwijl het vat niet gescheurd is. We hebben eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan naar hoe krijg je nou hartinfarcten als die vaatwand niet scheurt. En daar weten we heel weinig van. Okay. We hebben natuurlijk wel allerlei technieken zijn er ontwikkeld om dat beter in beeld te krijgen, zoals bijvoorbeeld de MRI. En er zijn invasieve metingen die je kan doen. Dat zijn metingen die niet altijd zonder gevaar zijn. Dat wil je echt pas doen als je alle andere dingen hebt uitgesloten. Die huisarts heeft dus die moeilijke taak om daar uit te halen welke vrouwen wel en welke vrouwen niet doorgestuurd moeten worden naar de cardioloog. En moeten we niet onderschatten hoe lastig dat is. Ja. Om hoeveel mensen dat per dag gaat, waar ze die keuze in moeten gaan maken. In 2010 kwam ik voor het eerst in het Radboud terecht. Ik had een tumor van 10 centimeter in mijn borst. In een vergevorderd stadium. Kansloos. Omdat mijn ex-huisarts Theodor jaren een mammografie weigerde. Succes ermee. Oh, Bella.
dat thema waar jij dus op dat podium stond. En dat je dus gewoon dat je die huisarts zegt van, nou mevrouw, dat doen we niet, een mammografie. Ik zei, ik wil graag een mammografie. En zei, nee, dat begin ik niet aan. Ik zei, ja, maar er zit ook eierstokkanker in de familie. Ik ben gewoon bang dat er een genetisch defect ergens zit. Dat wilde hij niet doen. Ik was dus 15 jaar geleden, bedoel ja. Ik was toen nog zo verlegen, ik durfde er niet tegen in te gaan. Dus ik denk, nou ja, goed, als hij zegt dat het niet nodig is. Maakte hij daar misbruik van je verlegenheid? Is dus, voelt hij gewoon van... Nou... Van mijn angst, denk ik. Van mijn angst. Dus hij zag het meer als een angstklacht, denk ik, dan als een reële klacht. Ja, precies. Dus dan wordt het dus toch weer dat psychosomatische. Ja, dat. Okay. En daarvoor wou hij waarschijnlijk ook geen mammografie geven. Hij dacht, dan ga ik een angst stimuleren of een angst in stand houden. Maar op dat moment dat die man dat dus gewoon niet doet, is hij zo geprogrammeerd van vrouwen zijn toch wel soms wat hysterisch. Want dat is wat Angela dus ook heel vaak gebruikt, ja. Dat woord. Ja. Terwijl ik wel tegen hem zei, ik kwam niet vaker dan 2 keer per jaar bij de huisarts. Hè, want ik wilde niet het stigma hypochonder krijgen, want dat was ik gewoon niet. Maar ja, in 2009 voelde hij niets. In 2010 zat er een tumor van 10 centimeter in de eindfase. Uitgezaaid in de lymfe, waardoor ik deze charmante kous mag dragen. Mm-hmm. En ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Ja, onze relatie is natuurlijk het hart. Maar waarom ik je dus gebeld heb, is omdat ja, die missie die jij daar op dat podium uitdroeg, dat moet gewoon doorgegeven worden. En dat moet niet alleen in het theater, dat moet ook gewoon heel breed. Ik denk dat het belangrijk is dat, want waar het in jouw boek ook over gaat en in mijn theatervoorstelling, is vooral ook arts-patiëntcommunicatie. Hoe enorm belangrijk het is dat artsen naar patiënten leren luisteren en ook non-verbaal gedrag leren te signaleren en te interpreteren. En als dat niet goed gaat, dan is het fundament van de behandelrelatie natuurlijk wankel. Aan de reumatoloog, waar ik in 2016 door de huisarts naar verwezen was, legde ik uit dat ik regelmatig door onverdraaglijke pijnen overvallen was, waardoor ik me nauwelijks meer had kunnen bewegen. 'S Nachts had ik het gevoel dat ik stikte. Hij vroeg me in 2 zinnen te zeggen wat ik in mijn jeugd had meegemaakt. Ik antwoordde met de nodige vertwijfeling dat mijn ouders Joden waren die de oorlog overleefd hadden en totaal verweest voor de taak stonden hun kinderen op te voeden. Hij noteerde mijn antwoord en zei, zonder blikken of blozen, mooi, dan zou wat u heeft wel eens psychosomatisch kunnen zijn. En ik werd de straat opgestuurd. Ik kwam uit deze deur en ik dacht, ik ga nooit meer naar een dokter. Nu zijn we dus 3 jaar verder. Ik ga naar diezelfde arts. Ik ga aan hem vragen, hoe is het mogelijk geweest dat je het niet serieus nam? Mario. En vervolgens zei je tegen mij, nou, dan zou het wel eens psychosomatisch kunnen zijn. Nee, ja, toen stonden we buiten. Maar dus na dat psychosomatisch, zit het tussen je oren, is het psychisch? Het was natuurlijk in mijn geval dus niet psychisch. Nee, maar ik denk ook al bij hele gewone ziektes die in het lichaam zitten, zit heel vaak ook een aspect of een medeoorzaak van dingen die mensen hebben meegemaakt. Dus ook bij gewone harde ziektes, zoals het dan heet, vind ik het heel interessant om te weten of wat iemand heeft meegemaakt of dat ook een rol zou kunnen spelen. Maar goed, in mijn geval is het goed afgelopen. Hè? Het beeld dat het met het hart samenhing heb ik gewoon niet herkend. Als je dat niet herkent, dan kun je er ook niet naar handelen. Dat is het. Wat heeft het je opgeleverd? Nee, zeker. Dat is ook nuttig voor studenten dat ze zien dat de leraar of de opleider of de professor ook gewoon dingen over het hoofd ziet en hoe je daar dan mee omgaat. Of als er fouten en klachten zijn, dan moet je ook mee omgaan als opleider. Maar ik zeg ze ook altijd van, ja, zoek naar het bijzondere, niet naar het algemene. Want daar herken je hoe iemand net anders is dan anderen. En iedereen is tenslotte uiteindelijk anders. Gynaecoloog Lex Peters heeft geleerd om goed naar vrouwen te luisteren. Ik heb dus een probleem, ik heb overal pijn, ik kom overal bij allerlei doktoren. Doktoren zeggen, nou mevrouw, zit tussen uw oren.
Waar komt dat dan uit voort? Hoe komt dat dan? Dat? Ja, het is het protocolaire werken, waarbij de man natuurlijk altijd model heeft gestaan, hè, voor alle onderzoeken die gedaan zijn naar de behandeling van bepaalde ziektes. Er is eigenlijk heel weinig aandacht besteed aan geslacht, aan genderverschillen. Mm-hmm. En daarom ben ik nu zo blij dat er ook jij je stem laat horen en denk, jongens, wij zijn geen vrouwelijke mannen, wij zijn vrouwen. Met eigen genderproblemen, eigen aanpak. En alsjeblieft, probeer dat een beetje in maatwerk van te maken. In plaats van alles wat bij mannen onderzocht en uitgevoerd is, ook maar op vrouwen te extrapoleren. En daar ben jij natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Dat je daarvoor vecht, dat je zegt, het vrouwenhart, het is niet. Wat jij dus mij geleerd hebt, ja, hè, van hou de regie over je eigen, ja, lichaam. Ja. Dat is toch wat je eigenlijk zegt? Ja, dat is eigenlijk. Dat zijn jouw grote woorden, toch? Ja. Je houdt de regie over je eigen, over je eigen lichaam. En dat kan ook heel makkelijk als je met een arts een vertrouwensrelatie opbouwt. Ik denk dat dat de basis is van samen een weglopen, waarbij de patiënt, wij spreken, de leiding heeft, maar de arts wel meegaat in de manier waarop diegene persoonlijk in de leven zit. En daar moet je een beetje durf voor hebben, want het is natuurlijk veel makkelijker om het protocol te volgen. Het is heel makkelijk om die patiënt in dat protocol te duwen, mm-hmm, in plaats van dat protocol toe te passen op die vrouw. En die vrouw leidend te laten zijn in wat er gaat gebeuren. Heel moeilijk, want die protocollen die worden door verzekeringsmaatschappijen gebruikt. Die worden gebruikt door de inspecteur van de volksgezondheid. Het durft moed om samen te zeggen, we gaan dit pad doen. Ik had, toen ik het Radboud binnenkwam in 2010, een oncoloog. En die zei van, ik wil de regisseur zijn van deze Radboudvoorstelling. Maar u moet dan samen met mij wel alle rollen willen spelen. En toen dacht ik, dit is een man naar mijn hart. En hij zei van, nou weet u wat, als u het consult is kort, maar mocht u nog ergens mee zitten, schrijf het op. En toen heb ik dus om de zoveel consulten een brief aan hem gegeven met dingen. En zo is eigenlijk jouw toneelstuk begonnen. Ja, en toen zei hij, nou, ik vind dat u toch wel mooi kan schrijven. Zou u daar niet eens mee gaan doen? Ik zit om 9:30 in de wachtkamer. Over 3 kwartier gaat Paula me roepen. Ik haal diep adem. Diep in. Diep uit. Diep in. Diep uit. Diep in. Diep uit. Ik houd dit 15 minuten vol, maar dan beginnen mijn vingers te tintelen. Het wordt zwart voor mijn ogen. Ik zie sterretjes. Ik voel dat ik wegzak. Als ik mijn ogen open, hangt in één keer het vrolijke gezicht van dokter Paula boven me. Wat doe je, Kitty? Ben je weer wakker? Alles is stabiel op dit moment. Luister, we doen voortaan om het 30 jaar een scan. Niet meer om de 4 maanden. Om je nou elke keer hier in het Radboud van de grond te rapen, lijkt me niet zo'n goed plan, hè? In de gezondheidszorg is een mentaliteitsverandering nodig om de vrouw beter te kunnen behandelen. De protocollencultuur werkt averechts. Jeanette Vaze, directeur van Women Inc., probeert de kansen van vrouwen te vergroten. Wij vinden als platform dat het niet uit zou moeten maken voor je kansen of je een jongetje of een meisje bent. En er zijn een paar onderwerpen die iedereen wel kent over verschillen tussen jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Zoals bijvoorbeeld ongelijke beloning of vrouwen wel of niet doorstromen naar de top of in bepaalde beroepen. Maar voor mij was het echt een eye-opener. Ik denk nu 7 jaar geleden, dat ik voor het eerst hoorde dat ook in de gezondheidszorg dat verschil nog enorm bestaat in kansen op goede gezondheid. Dus ik kan er eigenlijk als vrouw, en dan ben ik nog de directeur van de vrouwenorganisatie ook, niet van uitgaan dat ik dezelfde kansen in de gezondheidszorg heb als bijvoorbeeld mijn man of jouw cameraman. En dat was voor mij echt een shock, want je gaat er eigenlijk vanuit dat in een systeem dat soort dingen voor elkaar zijn, zeker als dat in artikel 1 van de grondwet staat. Hè? Dat je allemaal op dezelfde dingen moet kunnen rekenen in een land. En ik merk ook nu
ik vertel aan mensen, ik ga dit doen. En vooral mannen, die dan zeggen, ja, dat wist ik helemaal niet. Nee. Dus dat is ook nu mijn roeping en dat is ook de reden waarom ik bij jou zit. Ja. Want ik koos natuurlijk in eerste instantie voor het hart. Nee, en het hart is wel vaak het meest in het oog springend. Hè? Want hart gaat letterlijk over leven en dood natuurlijk. Maar het gaat over reuma, het gaat over GGZ-aandoeningen. Er zijn eigenlijk bijna geen onderwerpen waar dat man-vrouw verschil wel goed gemaakt is. Behalve natuurlijk de gynaecologie. Zit het dus zo diep verankerd, laten we zeggen, dus dat er uitgegaan is van het mannelijk lichaam als norm in de onderzoeken. Mm-hmm. Dat zit nu zo in de medische literatuur verankerd. Ja. Dat toen ik ooit dit onderwerp wilde gaan agenderen, heb ik veel rondvragen gedaan. Allemaal mensen, hoge instituten, wetenschappers, wat vind je ervan? En toen kreeg ik bijna een waarschuwing. Dus toen kreeg ik bijna een waarschuwing van, ga nou niet zeggen dat de wetenschap tot nu toe niet klopt. Dan heb je alleen maar tegenstanders. Ik zei, ja, maar er zitten dus gaten in kennis over het vrouwenlichaam, omdat die vaak buiten onderzoek zijn gehouden. Redenen waarom vrouwen buiten onderzoek werden gehouden, is ze kunnen zwanger zijn. En bij vrouwen in het verleden wilden ze zwangerschap beschermen. Dus dachten ze, nou, laten we die vrouwen maar niet doen. Ze kunnen hormoonschommels hebben. Dat kan een onderzoek heel erg vertekenen. Dus dan moet je een veel grotere populatie hebben om eenduidig uitslag te hebben. Gaat dat nu wel gebeuren? Nou, daar zijn heel veel mensen nu veel alerter op. Alleen al omdat het publiek meekijkt. Dus alleen al omdat het publiek begint te vragen, goh, ik zie in de bijsluiter niks over man-vrouw verschillen staan. We hebben dus altijd de man als meetlat gebruikt, ook in heel veel andere vakgebieden. Ook in mijn eigen vakgebied, de cardiologie. Maar er zijn allerlei vage ziektebeelden nog in de gezondheidszorg die allemaal over vrouwen gaan. Ik bedoel, fibromyalgie, spierproblemen. Maar ook bijvoorbeeld in de huisartsgeneeskunde heb je de SOLK, de somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Mm-hmm. En eigenlijk, is dat nou een probleem van de patiënt of is dat gewoon een zwaktebod van de gezondheidszorg? Ik denk dat dat nog het falen is van de gezondheidszorg. Dat we die focus nog te weinig specifiek gericht hebben op die vrouwelijke patiënt. En wat je eigenlijk als dokter moet leren, en dat vond ik in het begin ook best moeilijk, is dat je op een gegeven moment zegt van ja, het kunnen meerdere factoren zijn, maar eigenlijk weten we het niet precies. Maar hoe krijg je nou zoiets op de maatschappelijke agenda? En dat is denk ik gelukt met een constructieve aanpak. En duidelijk het publiek ook vertellen, hey, niet alles klopt jongens, maar word niet boos op je dokter. Want die weet het ook niet, maar wel gewoon gaan voor maar je het onderzoek. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat iemand durft toe te geven, ik weet het niet. Nou, het is denk ik, ik heb in mijn werk voor Women Inc. denk ik twee beroepsgroepen die ik het meest taai van alle anderen vind. Die het moeilijkst vinden om aan te geven dat ze niet alles kunnen zien, niet alles kunnen weten. Dat is cardiologie. Nou, in het algemeen gesproken, hè, specialisten, zo ja. Lang gestudeerd. Dus ja. Nou, dan moet je wel alles weten. En wetenschappers worden eigenlijk altijd opgedragen om aan de voorkant, waar gaat je onderzoek wel en niet over? Dus die denken, ik heb toch een check op wat ik wel of niet onderzoek. Maar dat ze zoiets als man-vrouw verschillen kunnen missen, is natuurlijk lastig toe te geven. En journalisten. Cardiologe Janneke Wittekoek communiceert haar boodschap nu ook via het theater. Ik ben dus ook bij Jeannette Fase geweest. Ja, maar die helpt goed mee aan de missie, kan ik je vertellen. Ja? Ja, fantastisch. Jeannette heeft met haar organisatie echt ervoor gezorgd dat het op de politieke agenda kwam. Precies. Dus zij heeft ook de eerste 12 miljoen, hebben wij van minister Schippers gekregen, om alvast een begin te maken met een heleboel onderzoeken die voorheen gedaan zijn bij grote groepen mannen op het gebied van hartvaatziekten, dat die nu worden overgedaan bij grote groepen vrouwen. Iedere vrouw die een hartinfarct krijgt, omdat de dokter niet goed geluisterd heeft of niet goed die klachten heeft herkend. Mm-hmm. Of af is gegaan van, nou ja, ik zie niks in mijn aanvullende diagnostiek, dus het zal wel niks zijn. Ja, dat is er één te veel. Maar als je even naar dit plaatje kijkt, ik heb zelf een enquête gedaan, twee jaar geleden. 5000 vrouwen hebben daarop gerespondeerd. En van die 5000 vrouwen hadden 600 vrouwen een hart- of vaatziekte. En van die 600 vrouwen was van 41% niet in eerste instantie de juiste diagnose gesteld.
Dus dat geeft ook, ik vind dat hele belangrijke getallen, wat eens te meer aangeeft dat we toch nog net iets te weinig begrijpen van het vrouwenhart en misschien wel het hele vrouwenlichaam. En hoe dat... Toen ik begon met dat stukje bewustwording, dacht ik, nou, iedereen moet gewoon weten dat die klachten anders zijn, dat dit de risicofactoren zijn. Dus ik ben 15 jaar geleden met mijn zeepkistje door het land gegaan. En ik begon in het buurthuis in Almere en toen stond ik voor die Rotary Club en daar overal... Mickey is gewoon nu voor een lekkere grote zaal. Nu is het gewoon noodzaak om zoveel mogelijk mensen op een goede manier en liefst ook op een leuke manier te informeren. Nogmaals, de eerste artikelen, de eerste wetenschap is eigenlijk al vanaf de jaren 90, 2000, is dat weten we daar al heel veel van. En oké, we maken progressie, maar eigenlijk zou het nog best wel... We zijn bijna 30 jaar verder, hè? Dus het is, ik zou hier eigenlijk niet moeten hoeven staan om opnieuw dit punt te maken. Het wordt echt de hoogste tijd dat we protocollen en richtlijnen gaan aanpassen. In het opleidingscurriculum van onze jonge dokters, dat daar veel meer aandacht komt voor man-vrouw verschillen. Dat er subsidies komen om protocollen aan te passen. Hè? Zoals as we speak werken we aan een nieuwe richtlijn voor het behandelen van vrouwen met hartklachten. Een speciale richtlijn. Nou, dat komt allemaal uit dat soort subsidiegelden. Hè, maar belangrijk is natuurlijk dat je bij de basis begint. En dat zijn natuurlijk de geneeskundestudenten. Mijn eigen dochter, Roos, is helaas ook ervaringsdeskundige. Ze geeft college aan het UMC Utrecht. Ze vertelt aan artsen in opleiding over de fatale hartoperatie van haar 7-jarige dochter, Maggie. En die cardioloog die komt naar ons toe en die zegt, Roos, het is niet goed. En ik zeg, hoe niet goed? En ze zegt, ja, heel niet goed. En we hadden al 3 keer met elkaar besproken, als er iets met haar hersenen is, als zij niet meer kan communiceren met ons, weet je, dan vinden wij dat geen menswaardig bestaan en dan willen wij haar uit haar lijden verlossen. Mijn missie hier in het UMC is ook om gewoon jonge doktoren veel ervaringsverhalen te laten horen. Dat het leven ook eindig is. Weet je, je gaat fouten maken, maar dat is gewoon niet erg. Want het is een mensenvak. En zolang je eerlijk en open met alle patiënten blijft praten. Ik ben nooit boos geweest, weet je. En ik zal dat ook nooit zijn. Want jullie zijn gewoon de experts en jullie hebben daarvoor doorgeleerd. Veerle wilde het project. Wat doet het patiëntenverhaal met de empathie van de studenten? Dus daarom werken Veerle en ik samen. En het idee is, en ons idee is, zodra er meer wordt stilgestaan bij het verhaal van de patiënt, kan dat meer empathie opleveren bij de studenten. Ja. Dus ik denk dat empathie een koppeling heeft met vertrouwen. Een sleutel is tot vertrouwen, denk ik. Dat gaan we uitzoeken. Ja. Sleutel tot vertrouwen, kijk, dat is dat mooi. En kan je empathie trainen? Een beetje, denk ik wel. Mm-hmm. Maar ik denk ook eerlijk gezegd, als je in opleiding tot specialist of tot huisarts totaal geen empathie hebt, dat je er in je opleiding uitgegooid moet worden. Want als je in die 4-5 jaar dat je in opleiding bent, daar totaal geen stappen in vooruit maakt, mm-hmm, dan hoor je gewoon niet in de spreekkamer terecht te komen. Wat denk jij, hoe lang gaat dit nog duren voordat die kennis dan inderdaad in die boekjes ook terechtkomt? Daar zijn we mee bezig, achter de schermen. We doen veel voor de schermen, bijvoorbeeld met campagnes. We zijn nu met een heel mooi project bezig met de koepelverenigingen van de huisartsen, de specialisten en de patiëntenorganisaties, die samen met ons bezig zijn, zoals dat heet, kennisontsluiting. Dus hoe zorgen we dat al die nieuwe kennis op de plank, of kennis die er misschien al is, maar verstoft ligt te worden, dat we die in de praktijkkamer krijgen, waardoor de patiënt en de arts er samen ook echt iets aan hebben. Na bijna ondraaglijke spanning in de afgelopen weken is voor Kitty de dag van de uitslag aangebroken. Ja, daar zijn we. Ja. Hey, hallo Ella. Goh, Jezus. Ja. Het is echt wel spanning. D-day. Ja, het is D-day. D-day. Ik zit nu in de wachtkamer van oncologie. Zitten er veel mensen? Ja, dus het is behoorlijk druk. Het is een populaire afdeling, om het maar zo te zeggen. Wat verdomme. Nee, je bent nog steeds aan het lachen. Nou, ik zal je even mijn affiche laten zien. Dat staat hier op de afdeling. Moment.
Laat nog eens, zak nog iets verder met je telefoon naar beneden. Jezus, en dat staat in de hal. Dat staat gewoon in de wachtkamer. En je hebt je laatste hoofdstuk nog niet geschreven. Nee, dat gaat dadelijk gebeuren. Als ik de uitslag heb, dan wordt het laatste hoofdstuk geschreven. Ja. Ja. En je, dus, ja. Zet hem op, hè. We doen ons best. Tot straks. Tot zo. Dag, 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 dag. Dag. Doei. Kamerlid Lilianne Ploemen heeft naast Janneke Wittekoek en Angela Maas nog vier andere deskundigen uitgenodigd. Ze wil brainstormen in het gebouw van de Tweede Kamer over haar nieuwe zorgplan voor de vrouw. Goed, wij hebben heel erg veel onderwerpen behandeld. Misschien goed om even nog even een laatste ronde te maken en jullie te vragen, God, is er nog een specifiek punt waarvan je zegt, nou, dat is niet aan de orde geweest, of vergeet dat in ieder geval niet. Dus het is nu tijd voor een volgende stap. Ja. Ook een meer verplichtend karakter. We kunnen hier niet iedere 5 jaar weer een nieuw werkgroepje doen. Nee. Dus er moet een andere stap gezet worden. En ik denk ook dat VWS met de neus op de feiten gedrukt. Mm-hmm. Ik heb dus met Harriet Verwij gesproken. Ja. En die heeft dus één grote wens nog. En die noemt het one-stop-shop. Ja. En zij beheert dus wel dus bij het borstkankeronderzoek. Ze zegt, ja, alle vrouwen zijn bang voor borstkanker. Iedere vrouw is bang voor borstkanker. Ik ook. Ja, ik ga met knikkende knieën naar het bevolkingsonderzoek en ik ben blij als na een paar weken het briefje komt en ik lees geen afwijking. Dus al die vrouwen gaan. Ja. Ze durven niet te verschijnen. Hè? Als we dat nou koppelen, die vrouwen oproepen, en dat koppelen aan dat ze van tevoren nuchter hun bloed gaan prikken bij een huisartsenlab. Ze komen, ze maken een hartfilmpje, ze doen eventueel een fietstest en ze krijgen na 2 weken bericht. 1. Wat is hun risico op hart- en vaatziekten? 2. Is er iets los? Is er niks los? En 3. Wanneer ze terug moeten komen of wanneer ze naar hun huisarts moeten gaan voor vervolg. Dat zou het allermooiste zijn. Dat is mooi. En de infrastructuur ligt er al. Eigenlijk zou het vandaag moeten. Hè? Vandaag gaat er weer iemand uit de stentkamer of de katkamer. Ja. En krijgt weer hier mevrouw 7 pinnen. Ja. Maar gaan we dat dan doen? Nou, ja, is iets anders. We weten in ieder geval dat vrouwen veel minder vaak gedotterd hoeven te worden. Ja. We weten wel dat ze bijvoorbeeld veel vaker bloeden. Door alle bloedverdunners die ze krijgen bij een hartinfarct. Ja. Daar zouden we al heel makkelijk maatregelen op kunnen nemen. Dus er is in bepaalde terreinen, waar we altijd vanuit die mannenperspectief hebben gehandeld, is nog wel iets achterstand in de kennis. Dat je in ieder geval bij vrouwen, als je begint met medicamenteuze therapie, dat je begint met de allerlaagste dosering en optitreert. Ja. In plaats van de standaard hoge dosering die in het protocol staat. Vrouwen hebben 60% meer kans op bijwerkingen van statines, maar ook van andere middelen. Ik denk dat het zo'n 2 of 3 maanden geleden stond het in de krant dat ook dat hele stukje hartfaalmedicatie, dat kan allemaal naar halve of naar kwart doseringen. En dan hebben we toch vaak de gewenste effecten. Heel veel onderzoek wordt gedaan op mannen. Of het nu gaat over toelating van medicijnen, nou, diagnostische apparatuur. Nou ja, het is 2019. Aletta Jacobs is echt 100 jaar geleden. Het is 100 jaar geleden, hè? Ja. 100 jaar geleden, ja. Ja. Dat vond ik nu ook wel weer ook wel moeilijk om te horen. Dat ondanks dat het 2019 is, ondanks dat de vrouwenbeweging ook zich echt heeft bekommerd om de zorg en wat de zorg voor vrouwen is, dat er nog eigenlijk zoveel te doen is. Maar goed, we zijn met veel en het gaat lukken. Ja, we hebben het over de helft van de bevolking. Vrouwen zijn toch de helft van de bevolking? Ja. Ja, dus het is niet zo dat je... Het is nu tijd. Het is niet zo dat je iets doet voor witte raven of voor zeldzaam. Nee, het wordt dus nu tijd dat er gewoon... Het wordt tijd dat er gewoon bewustzijn komt. Ja. En dus daarom dacht ik ga er een nota over schrijven. Die overhandig ik dan aan de minister. Die gaat daar dan op reageren. En dan hebben we een debat daarover in de Tweede Kamer. En ook vrij snel. Dus we gaan die nota maken. We willen dit jaar presenteren en dat betekent dat we in eerste... Kom met je mee, hoor. Ja, eerste kwartaal 2020 of zo hebben we het eerste... Ja. We hebben het debat daar dan over, hoop ik. Ja. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze vrouwenhartshow. Toen ik begon werd er nog wel eens een beetje argwanend naar gekeken, die eerste verhalen. En zeker vanuit de beroepsgroepen ook. En dan werd er wel eens gezegd van, ja, jij bent gek. Als ze ooit tegen je zeggen dat je hartstikke gek bent, ga dan vooral door met waar je mee bezig bent, want dan ben je op de goede weg.
Vertel. De uitzaaiingen in mijn hoofd zijn veel en veel kleiner geworden. Ze zijn bijna niet meer te zien. Uh-huh. En in de rest van mijn lichaam, de uitzaaiing, is alles rustig. Dus het beste nieuws binnen de context heb ik zojuist gekregen. En zowel professor Van Herpen, Carla, als Sandra en ik, we zijn hartstikke blij. De telefoon staat niet stil. En jij bent de eerste tegen wie ik het nou ga vertellen. Jezus, Mina. Verder voorlopig. Oh. Alles is in rust. Alle uitzaaiingen van tumor Theodor, zoals ik mijn tumor vernoemd naar mijn ex-huisarts. Die heb ik naar mijn ex-huisarts vernoemd. Alles is nu rustig. Jezus. Dus ja, dat betekent dat ik weer een paar maanden gewoon zorgeloos kan leven. Zie mij niet als een nummer, dokter, maar als een individu. Voor heel even, in een consult van 10 minuten, de patiënt het gevoel geven dat hij of zij op dat moment het allerbelangrijkste is voor de dokter. Net zo als een artiest in een vol carré het publiek het gevoel moet geven dat hij alleen voor jou zingt. Nam kitpa. Nam kitpa. Nam kitpa. Nam kitpa. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Mijn grote angst is dat de pillen mijn geest breken. En als ik geslikt had wat me was voorgeschreven, had ik nu waarschijnlijk achter een rollator gelopen. Voor preventie is het te laat. Ik ben 70 en dus aangewezen op medicijnen en het zelf onderhouden van mijn conditie. Met instemming van de specialist heb ik de medicatie tot een minimum weten te beperken. Door een streng dieet en dagelijkse training probeer ik mijn weerstand op peil te houden. Ik dank mijn leven aan de medische wetenschap en hoop baas te blijven over mijn eigen lichaam en geest.